Waarom zou je er een gezonde leefstijl op nahouden? Je had misschien een opa of een oom en die dronk en rookte erop los en toch werd hij in de 90. Dit soort reacties hoor ik best wel vaak. Alhoewel ik best snap dat mensen zo denken en zie dat mensen het zien als een soort loterij of je wel of niet ziek wordt, is dit niet wat je terugziet in wetenschappelijk onderzoek. Want het is zeker mogelijk dat mensen ondanks een ongezonde leefstijl zo oud worden. Dat maakt het niet per se waarschijnlijk. In wetenschappelijk onderzoek zie je gewoon structureel terug. Want als mensen er een minder gezonde leefstijl op nahouden, ze eerder ziek worden en overlijden. Maar in het dagelijks leven loop je er tegenaan dat al die mensen die in hun jongere jaren zijn overleden aan al hun ongezonde gewoonten, dat die niet meer zichtbaar zijn. En we zien alleen maar die oude mensen die erop losleven en nog wel overeind staan. Met andere woorden, al die mensen die al zijn afgevallen, daar hoor je nooit wat van. Die zie je alleen maar terug in de statistieken. Dus is het mogelijk dat jij 100 wordt, ongeacht allerlei ongezonde leefstijlgewoonten? Absoluut. Net zoals dat het mogelijk is dat jij een auto-ongeluk overleeft op het moment dat jij je gordel niet draagt. Toch zou ik het er niet op gokken. Het is namelijk niet per se waarschijnlijk. Dus ik doe graag die gordel om en zorg ervoor dat ik mijn risico's drastisch verlaag door gezonde keuzes te maken.